welkom in deze nieuwe video van Polestar. Het is wel meteen op buiten donker, zoals je kan zien. Maar de kruisvaart komt dus tegen 8 uur. Als ik het allemaal goed begrepen heb, toch? Het is echt nog veel te vroeg. In mijn ogen. Maar goed. Ik ben nog moe. Jawel. Ook stress. Omdat, ja, je moet die persoon nog leren kennen. En dat maakt het ook nog een beetje erbovenop, eigenlijk nog heel veel stress erbovenop. Omdat je, ja, je moet toch altijd, hoe zal ik het zeggen, ja, eerste voorstelling is wel heel belangrijk, maar ik vind het altijd heel moeilijk om zo'n eerste voorstelling te doen aan die persoon. Dus dat vind ik wel heel moeilijk, omdat die persoon natuurlijk ook niet alles weet. Dus ik ben wel een beetje gestrest. Oh my god, jongens. Ik ben met mijn vel. De eerste. Omdat het koud is. En tweede, van de stress. En de verwarming is wel... Ah, maar ja, die verwarming moet natuurlijk nog... draaien en zo van die dingen. Dus ik ben wel een beetje... niet normaal. Echt, nee. Ik vind het moeilijk omdat je weet niet hoe dat die personen reageren en zo van die dingen. Het is de eerste keer, je weet niet hoe het eruit ziet en oh, dat is verschrikkelijkst. Kijk het van zo'n dingen, echt waar, kijk het echt van, kan ik het echt van krijgen. Echt stress van te krijgen. Niet normaal. Maar wat kunnen we niet doen, dan gewoon wachten en en hoop het allemaal gaat meevallen. Het is weg nu, het is weg. Nu ziet het eigenlijk goed dat het zwarte en rode ballen zijn. Dus dit is echt de... paarse. Dat ziet wel goed. Dus er is dus niet aan zijn, maar ik ga nu beginnen met eten. Voilà. De nieuwe aanwinst hangt er al. Dat ik eens tonen. Natuurlijk, ik ga niet vertellen welke code, hè, want dan weet je welke code het is. En dat is niet de bedoeling. Om te zien dat de deur niet dicht valt, want dan zit ik wel met een probleem. Of jij zit tegen niet zetten. Zo. Dus dit is het. Eigenlijk in een hiel kan je dat openmaken. Dus je kan hem niet goed maken. Zie je? En dan zie je dit. Mooi, hè? Ik wil het ook. Dus, voilà. Dat is het. Eigenlijk wat die meneer komen doen is. Meer of minder is het niet. In de toekomst komt daar ook nog een sleutel. En in die sleutel, er gaat dan ook een code zijn natuurlijk. Maar dat ga ik je natuurlijk hier niet zeggen. En ja, dan is de bedoeling dat elke een andere buren, ik bedoel dan twee buren natuurlijk, en de begeleiders gewoon binnen kunnen. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk om te doen. Dus, maar wel Fiat geleverd is, wat het ging sneller dan ik had gedacht. Ik ga hier straks nog eten gaan halen. Ik ga hier ook nog inschrijven. Ik ga ook een papier maken voor elke. En een papier voor eventueel Rabia. Ik had een sleutel, maar ik wist die gewoon om alle buren in te lichten. Moest elke dan tijd zijn of zo, ik weet maar nooit. Hè. Dus dan kan ik dat zo laten weten eigenlijk. Dus ik ga het even inzetten. Dus ik ga dat schrijven. Ja, hallo, normaal gezien zouden we morgen naar. Wat kan jullie goed zetten? Naar Gent gaan. Ja, dat zit er nu juist voor, voilà. Maar wegens dat het echt niet gaat. Het gaat echt niet. Ik ben geen... hoe noem je dat? Dan zie je me niet zo goed. Dat is die geen een aansteller. Dat is wat ik wou zeggen. Geen aansteller. Ik zei mijn onderbroek. maar dat maakt niet uit. Maar het gaat echt wel. Ik heb koppijn. Ik ben misselijk. Tot en met... dus ik voel me echt niet lekker. Mijn rug doet pijn, maar dat is het minste. Dat is nog het minste dat ik heb.
Maar ik bedoel echt, het gaat echt totaal niet goed op dat vlak. Ik voel me echt zo überwarm. Dat voel ik. Zo ben ik ook naar de winkel gegaan trouwens. Maar is nu de... Ik heb nu een boter. Ah ja, boter. Ik kan zelf niet eens concentreren wat ik moet doen. De kuisvrouw die er is geweest... niet nu meer. Allee, wat is haar naam? Griet, ja. Oh, Griet. Dat is echt een naam dat ik dus niet vaak gebruik, Griet. En vroeger wel, vroeger als ik op school zat. Dan had ik je Frietje. Je Frietje, als je kijkt, de groetjes van Phil. Maar nu ben ik heel moeilijk om te houden, Griet. Voilà, Griet. Zo, wordt gekapt. Kalfse kapt, het maakt niet uit welke kap je gebruikt, al gebruik je een alternatief van iets voor. Dus, even te maken. Er is toch geen kip en een kuiken in? Het is open, hè? Nee, gelukkig niet. Er is geen kuiken in. Ik dacht even dat er kuiken zou in zitten. Een kuiken, dat zou wat zijn, hè? Een kuikentje. Ik heb mijn handen goed gewassen, dus maak er geen zorgen. Nou, ik heb niets meegedaan, ook in ADP namelijk. Ik heb wel mijn handen gewassen. Ik was mijn handen meer dan ooit. Ook nog toen de corona in het begin was, ook ze dat niet van. Dat is even verstaan, maar echt gewoon puur al omdat je die de alcoholproduct van je handen wilt. Dat is het enigste dat ik, waardoor ik mijn handen nog extra ga wassen. En ook. Natuurlijk als je van, andere dingen. Zeg, zijn dingen waar mensen van je zeggen. En dan hebben we dat weer vlammen. Dus je moet nog paneelmeelpijn. Oké, eens kijken of die potterostatuskapjes. Mijn handjes een beetje wassen. Het zou erg zijn dat die kuisvrouw heeft er heel veel job aan de chocou gedaan. Dat je dan in die kast komt met die vuile handen. Dus ik heb geen... mijn verstand is vandaag, ik weet niet 100%. Hè. Ik weet niet wat ik noem, maar mensen die het weten zullen we wel begrijpen. En daardoor... het is gewoon voor pieppoeper te houden. Niet omdat ik dat heb. Je zou het wel beginnen krijgen, omdat je overal dat product moet doen en... Oh. Dus, dat is niet normaal. Maar ik doe het ook naar school, ook op school zitten we dat echt. Dat we dat toch wel, ik weet niet hoeveel keren doen. Dus, het is niet groot, de frikandon. Dus, dat moet ook niet, snap je? In het begin, toen mama juist dood was, nam ik dat veel te groot. Omdat ik dat altijd gewoon was van twee. En ik ben zo geen persoon die naar de beenhouwer gaat en die dan zegt tegen de beenhouwer, ik wil 100 gram kaas. Of 100 gram pepare. Ja, ik weet dat eigenlijk allemaal niet, maar alleen, ik geef een voorbeeld. Dat eet ik allemaal niet. Maar dat ben ik dus niet, zo'n persoon. Ik ben eigenlijk meer een persoon dan ik moet, ik kan nu een voorbeeld geven, kalfse kapt hebben. Die madame, die weet ook, die persoon is alleen, die schat wel op. Dus is dat goed, meneer? En dan zeg ik ja, of ik zeg dan nee. Dus goed, ik wil nog een schapje bij, of ik wil twee schapjes bij. Ja, ze zitten gek in elkaar. Ik weet niet hoe dat jullie dat doen met een beenhouwer, maar ik kan niet 100% zeggen van, dat is 180 gram madame, dat ik moet hebben gekapt. Nee, want dat gaat niet. Dat heb ik ook eens gedaan met mijn schoonzus. Dat ik echt zei van ik wil 120 gram gekapt. Dus ik kwam weer terug. Het was haar schuld natuurlijk niet. Met zo mini gekapt. Ik kan niks. Dus nee, dank u. Nu gaan we de spaghetti maken, maar dat kun je al zien in een andere vlog. Wanneer dat je beseft dat je bak nog buiten moet zetten en dat nog niet gebeurd is. Het zijn dan die momenten dat je hier staat.
komen. Ja. Wil je even hier terugzetten? Dat ik gisteren gedaan heb. Dat het nu wel opvalt. Zo, want gisteren viel het niet op. Dus. Echt zeer. Zo. Nee, dat kan. Het is gelukt. Dat ik een beetje opval. Het is weer die maan dat je daar zit, hè, zie je? En daar zit ze, zie je? Je ziet me een beetje. Ik wil niet zeggen dat je helemaal mij ziet, maar je ziet dat ik er ben. Dat is het voornaamste. Een paar vuilbakken te wachten op. En op een eerste manier. Die staat helemaal. Het is gewoon belangrijk om morgen de bakken weer daar te zetten met de buurvrouw. Ik was aan het kijken of ze haar bak ook buiten gezet heeft of niet. Dat was ik eigenlijk aan het doen. Omdat ik die dan op een plaats zet. Altijd. Ik ben niet kort. Mensen bang van mij. Als je ziet die schouder, je kunt dat misschien niet zien. Maar die... Nee, die kan dat niet zien. Want die camera wordt heel goed uitgebeeld, terwijl dat echt een kleine camera is. Zo. En zijn allemaal. Ik ga je niks meer opzetten nu, want ja, het is tot daar. Dus ik was geen dat ik er hier tussen krijg. Ja. Terug mijn licht hier aanhangen. Aan mijn fiets. Zo. Voilà. En dan geef ik het even terug. Het is gelukt. Zo, ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Ik neem je mee. Naar Rome of Parijs. Een positieve die beestjes. Dat is buiten weer gaan. Wacht eens. Ik ga nu zo echt naar binnen zo wat zeggen. Oké, ik moet er naar binnen. Dus vanaf morgen gaan we trouwens de kerstboom uitpakken. Ja, omdat ik me in Gent ga, ik niet goed voel totaal niet. Ik blijf wel volgen voor jullie altijd. Dus wat er ook gebeurt, behalve als ik in de kerst lig. Dan zal het niet gaan. Dus vond jullie dit een leuke video, zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan morgen pakken we de witte boom uit.